Vier jaar geleden waren het de Lowland Games die zorgden voor een ongekende strijd. De eerste zaterdag verregende totaal, maar de echte diehards gingen voor de overwinning en alle teams trotseerden het vele hemelwater. Dit jaar was het thema gebaseerd op de Palio in Siena in Toscane. Hier strijden de wijken van de stad al eeuwenlang om de hoogste eer tijdens een traditionele paardenrace. De Enterse Battle of the Nobles mag dan geen paardenrace zijn, maar stond absoluut bol van traditie, spanning, vermaak en entertainment. De winnaar van deze strijd mag voor vier jaar het vaandel van Enter hoog houden. Deze prijkt dan naast het eigen vaandel van de buurt. De wijken moesten een eigen vaandel maken en dit presenteren tijdens het eerste weekend van de battle. En met een razend tempo komen ze elkaar tegen. Totaal verknald. Vet van los en liet speer. Oké, ik heb het niet gedicht. Hier in een leven, verre reizen die ik maak, maar die wanneer te vinden. En het is de bedoeling dat je op het einde de stip raakt hier, dat hij op dat stipje weer terechtkomt met het middelste gedeelte. Ja, af, klaar, helemaal goed. En we zien hier ook de finish, nog met ons. Ja, ze zijn gefinished. Juist. Tijden zijn weer naar rechts. Rechts passeren. Jongens, rechterkant op elkaar passeren, anders krijgen we ongelukken. Ja, dit gaat helemaal goed. Ik denk dat de rovers een lichte voorsprong hebben, maar je weet maar niet. Die anderen gaan weer sneller. Alleen bang dat de bal in het water komt. Band. Dan op mijn commando. 3, 2, 1, start. Daar gaat hij. De deelnemers van ieder team moesten schieten op schapen. Geen echte natuurlijk, maar op houten exemplaren. Een spel dat kracht en precisie met elkaar combineerde. Wie de meeste punten wilde scoren, moest op het zwarte schaap mikken. Maar dat bleek nog niet zo heel erg eenvoudig. Thank you.
Aan beide zijden van het parcours moesten de deelnemers van start voor het spel trekken-trek. De deelnemers trokken een kar van de ene kant van het pad naar de andere. Hierbij moesten onderweg voorwerpen op de kar worden geladen, zoals boomstammen, hooibalen en tonnen. Aan de andere kant aangekomen werd de kar gedraaid en moesten de deelnemers op de terugweg weer afladen wat net opgeladen was. Eenmaal over de eindstreep werd de eindtijd bepaald. September vond de bloedstollende finale plaats en met 40 punten wisten de deelnemers van ZOZ uit de Zuiderstraat, de Oude Deldense Weg en de Zuiderdwarsweg de Spelen overtuigend te winnen. Op een gedeelde tweede plaats kwamen de Werfstraat, Schipperstraat en Marcus Proud.